Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En in hoeverre nemen we echt daadwerkelijk de behoefte van de cliënt als uitgangspunt? En de behoefte van de cliënt is in dit geval talentontwikkeling. Onze cliënten willen net als elk mens, ieder mens, heel graag zijn talenten ontwikkelen. Talenten zijn je persoonlijke krachten, je persoonlijke sterkte die je van de dingen die je heel graag doet en hopelijk ook goed in bent of waar je in wil ontwikkelen. En om dat weer bij onszelf wakker te schudden, zijn we met het project Mijn Talent begonnen. Waarbij we echt duidelijk zeggen, we beginnen eerst met het kaart brengen van het talent van de cliënt en dan zoeken we daar een passende ondersteuning bij en niet andersom. We hebben vandaag een hele groep mensen bij elkaar gehad die offline al heel lang bezig zijn om met elkaar die verbinding te vinden, maar om ook cliënten en initiatieven beter aan elkaar te verbinden. Vandaag hebben we die mensen middels een methode ook geholpen om tot concrete acties te komen, om die beweging ook verder te laten gaan. En we hebben ze laten zien hoe ze Pardup kunnen gebruiken om ook online met elkaar samen te werken. Nou ja, je ziet hem eigenlijk daar hangen. Wat we gebruiken is driver mapping. Dat is een methode uit sociocratie 3.0. Dat helpt heel goed om in kaart te brengen welke mensen je nodig gaat hebben of welke mensen je mogelijk gaan tegenwerken. En om vervolgens ook na te denken over waar zouden zij nou behoefte aan hebben om toch met je mee te kunnen doen. En dat sluiten we af met concrete acties die je kan gaan uitvoeren om in die behoefte weer te voorzien. Philadelphia heeft een community builder nodig omdat er heel veel losse eilandjes nu binnen Philadelphia zijn. Mensen weten juist geen verbinding te leggen of durven niet online te gaan of zoeken toch de mensen die ze al kennen op. Terwijl er juist al heel veel goede initiatieven zijn gestart of heel veel mooie voorbeelden zijn. Maar andere mensen daar gewoon simpelweg niet van weten. Wat ik heel sterk vind aan Pardup is dat je echt activiteiten gaat omschrijven en die activiteiten op borden kan plaatsen en dat je dan echt je daaraan commit om een activiteit te volbrengen en dat je ook andere mensen op een activiteit kan wijzen, maar ook niet alleen binnen Philadelphia, dat we zometeen ook buiten Philadelphia durven te denken. Bijvoorbeeld dat ouders mee gaan denken of dat de cliënten zelf met initiatieven komen of dat we samen gaan werken met andere zorgorganisaties of met gemeentes. Ik hoop dat na deze beweging dat de mensen vooral zelf vasthouden hoe ver ze zelf invloed kunnen hebben op de beweging, of de beweging inzetten. Wat ik gewoon heel vaak zie en hoor, is dat we barsten van de ideeën. Ik heb zo'n goed idee, ik zie dat het heel erg nodig is, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. En dat daar dan vervolgens bij laten. Terwijl ik wil zeggen, begin gewoon ergens. Al is het een heel klein eerste stapje, al is het iemand er hulp vragen en dan vervolgens daar mee verder. Je ziet dus heel vaak van ja, ik weet binnen deze vier muren niet wie mij kan helpen, dus nou ja, dan houd ik mijn vraag op en ik wil laten zien, er is nog zo'n grote wereld buiten de vier muren van je eigen locatie. Als je daar al mee aan de slag gaat, dan kom je automatisch al, het eerste beste contact breng je al een stap verder. Dus ga gewoon op reis.